Hey, hallo en welkom. Vandaag is alles gewoon normaal. Mijn kasteel ziet er gewoon normaal uit. Naast het feit dat ik ineens een discovloer heb. Jongens, ik ben geprankt. Ik kom online op de server en het eerste wat me opvalt is dat mijn rode prachtige tapijtje in mijn kasteel niet meer zo rood. Er zit al wel rood doorheen, maar er zit vooral andere kleur doorheen. Ik heb in één keer een discovloer. Hoe kan dat? Zou jij afvragen natuurlijk. Ik als briljante detective koning knappe vent had natuurlijk al gelijk door. Dit is Rick. Omdat ik slim ben. Oké, ik geef het toe. Ik kreeg een berichtje van Rick dat hij me geprankt had. Jongens, mijn vloer is officieel een discovloer geworden. En tot hoever loopt het? Oké, thank god. Het loopt maar tot hier. Ik denk echt, nee, mijn hele kast. Weet je hoeveel rode wol dit kostte? Maar goed, het is wat. Oh mijn god, nee, dat is me nog niet eens opgevallen. Jongens, nee, mijn goud. Mijn goud is weg. Er zit maar één blokje onder. Letterlijk, ze hebben al mijn goud vervangen voor koolblokken. Maar daar hebben ze een fout gemaakt. Mijn kool was op. Nu heb ik weer nieuw kool. Jongens, leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Welkom allemaal. Voordat je even gaat verder kijken. Dit moet je even doen. Gewoon, doe het nou even. Vind ik leuk. Maar goed, er staat hier een bordje. De troon van koning Bromtevoorde. Hallo? Wacht even, wat is dit? Die valt me nu pas op de de troon van koning Bromtevoorde. Nee. Ga weg. God. Huh? Is Bram er ook geweest in de tussentijd? Huh? Maar goed, dit is wat ik jullie wilde laten zien. Hierin zit je wol. Mag je het zelf weer mooi maken. En er zit een boekje in. Geen rode wol. By Rick Force. Psych, succes met je troonzaal te fixen. Ik ben deze week heel druk. Dus vanaf ergens september kan je je wol ophalen. Lol. Dat stuurde Rick naar mij. Gadverdamme. Zit ik nou met een discovloer opgescheept voor de rest van deze week? Nee. Ah, dan kunnen we wel een leuke party houden. Dus ik, de koning, slim als ik ben, dacht jongens, ik ga gelijk terugprenken. Oh, wat is er, Julian? Die zegt, lol, bro. Kijk naar de pizzeria. Mijn hoofd. Ik ga nu naar Julian toe, naar zijn hoofd. Wat is er? Er is niks mis met je hoofd, Julian. Echt niks gewoon. Het ziet er gewoon even angstaanjagend uit als normaal. Ga zitten. Ja, en dan F5. Er is niks geks, Julian. Het werkt gewoon. Maar goed, ik dacht, ik ga gelijk wraak nemen. Ik ga naar Rick toe en ik ga naar Kwak toe. Maar zoals je kan zien, Kwak is hier opgehangen aan een stokje. En die zat het heen en weer stuiteren. Dus mijn ultieme wraakplan kan niet eens. Ik wilde Kwak gaan stelen van hem en zeggen, oké, Rick, omdat je me geprankt hebt, neem ik Kwak in beslag. Maar blijkbaar staat hier een bordje met, dit is nog maar het begin, Force. De oorlog is bij deze verklaard. En waarschijnlijk is dit Bram, koning van Kingdom Forden. Is er nog meer bewijs naar iets? Er is geen meer bewijs, maar jongens, er is echt van alles gaande. Een partydisco op vloer in mijn kasteel. Een vliegende Kwak hier, die is opgehangen door waarschijnlijk koning Bram. Julian die daar lekker gewoon op een bankje zit te zitten. Dit moeten we even onder controle krijgen. Laten we gelijk even een boekje schrijven om dit onder controle te krijgen. Hoor, dit kan echt niet. A few moments later. Nou, hij is geschreven. Rick, ik zie dat jij Kwak niet veilig genoeg hebt beschermd tegen het waardeloze leven dat jij leidt. Waardeloos. Bij deze geef ik je 2 dagen de tijd om afscheid te nemen van Kwak en jullie laatste woorden uit te wisselen. Ik verwacht een normale reactie op dit, want per dag dat je Kwak niet inlevert zullen er boetes verschijnen. Dat wil die niet hoor, jongens. Niet zo vriendelijk groet, koning Walnoot. En ik noem het boekje teleurstelling. Sign and close. Hoppakee, die zetten we hier in. Teleurstelling. Kwak! Volgens mij heb ik je net een paar keer kwast genoemd. Ik weet het niet zeker, maar zei je kwast of zei Kwak? Volgens mij zei ik gewoon Kwak, hè? Rip, kwast, nog steeds. Zullen jullie nooit vergeten. Maar goed, Kwak is natuurlijk geen optie meer om Rick mee te pranken. Dus we moeten even wat nieuws bedenken. Want dit kan natuurlijk niet wat hij gedaan heeft. Dit kan natuurlijk echt niet. Deze discovloer is een disrespectvol spuugje in mijn gezicht. Ik wist niet wat ik moest zeggen, sorry. Maar even wat anders, hoor. Mijn gold hier is gestolen. En ik denk niet dat Rick dat heeft gedaan. Ik denk dat Bram dat heeft gedaan. Dus laten we even een bezoekje brengen aan Kingdom Forden. En gelukkig is dat dichtbij. Dus laten wij eventjes daarheen vliegen om stiekem in te breken. Wat doe jij nou hier? Dikkie Dik. Hallo. Wacht even hoor. Waarom is Dikkie Dik ineens hier? Nou, je kan niet mee inbreken. Wacht hier buiten op mij. Zo, oké. Ik weet niet hoe je hier terecht bent gekomen. Wacht buiten op mij, Dikkie Dik. Ik kom je zo meteen ophalen. Oké, laten we eens naar binnen gaan. Hè? Via de hoofdingang. Via hier. Via de grote brug. Kingdom Forden. Achtergelaten door Rick. Bram is terug en die is boos dat Rick hem heeft achtergelaten. Dus vandaar dat Bram wraak neemt op Rick. Maar misschien kunnen we enige, ja,
mijn goud ergens vinden, weet je? Sowieso dat hij mijn goud ergens heeft verstopt. Niet hier. Hier zit alleen maar nuggets. Als ik het niet kan vinden, ga ik hem echt gewoon beroven, hè. Dan ga ik heel King naar voren gewoon leegroven. Ik weet dat hier. Kijk, let op. Haha! Hun geheime village training room. Waar mijn goud niet te vinden is. Het is nergens te vinden. Ik weet dat hier trouwens ook een geheime kamer achter zit, volgens mij. Ja, kijk. Ja. Alleen verder is hier niks te zoeken. Dat is een beetje jammer. Oh ja, als je afvraagt waarom ik nog steeds een ijzeren axe en een ijzeren pickaxe heb, is dat omdat René nog steeds mijn tools niet gerepareerd heeft in haar winkeltje. Dit wordt een slechte review, René. Je moet doorwerken. Ik zie hoe dit zit, jongens. De spullen zijn gestolen, maar ze biechten niet op. Ze weten niet waar het is. Ik heb Bram net een Discord berichtje gestuurd. En hij ontkent het. Dan is er nog maar één ding dat ik kan doen. En dat is Kingdom Forum overnemen. En dit claimen. Dit is vanaf nu van mij. Dit is onderdeel van Kingdom Content. Dit is een outpost geworden. Dit wordt eigendom van mij. Laten wij dit even renoveren, jongens. Laten wij hier even een groot onderdeel van maken van mijn koninkrijk. Dat jullie kunnen zien, dit is nu van het machtige koninkrijk van mij. Ja, dat gaan we doen. Wacht, dat is leuk. Jongens, we gaan er een timelapse maken. Het kasteel moet veel meer lijken op dat het van mij is. Er moet veel veranderen. Vlaggen moeten rood worden. Huizen moeten worden aangepast. Paden moeten worden gemaakt. Het is tijd om Kingdom Forden eens en voor altijd van mij te maken. En zoals je kan zien, mijn kat Bassie. Hallo Bassie. Die is hier ook heen geteleporteerd. Hij dacht, weet je wat, ik vind het leuk om hier ook te zijn. Mijn katten die teleporteren de laatste tijd altijd naar me. Maar goed, jongens. Zoals je ook kan zien, is het koninkrijk officieel van mij. Ik heb het gewoon geclaimd. Ik dacht, weet je wat, ik ben... mijn koninkrijk is groot. Ik heb de een van de leiders van voren is al gewoon bij mij thuis als Rick. Dus ik dacht, ik kan dit gewoon van mij maken. Dus het is helemaal met rode vlaggetjes hier en daar. Een compleet nieuwe poort om echt de stijl van mijn basis erin terug te verwerken. Zodat je echt duidelijk ziet, hey, dit is van mij. Ik heb de poort zelfs dicht gedaan. Nee, ik zie nu zelfs één foutje. Dus hier moet ook even deze op de grond staan. Zo, hoppakee. Kijk, zo. Maar dit ziet er goed uit, hè, jongens. Dan als we even de gesloten poort openmaken en dan achter ons natuurlijk weer dicht doen, zo. Kom je volgens dit gedeelte terecht. Dit zijn mijn jokerboxen. Die moet ik eigenlijk nog even meenemen. Maar dan komen we hier terecht en dan heb ik het een klein beetje verbouwd. Niet te veel, maar gewoon een klein beetje. Waardoor er wat tuintjes te vinden zijn, zoals dit, wat ik ook in mijn eigen basis heb. Gewoon een mooi stenen pad hier. Dit moet nog gedaan worden, natuurlijk. Hier, de ezels en zo, die zijn gewoon aan het chillen. Die heb ik hun plekje, heb ik het, ja, gewoon gehouden zoals het is. Alleen een beetje, ja, iets aangepast. Voor de rest hier een pad naartoe gemaakt waar we mogelijk wat leuks kunnen maken hier en daar. Dan vervolgens, dit moet ook allemaal nog gerenoveerd worden. Dus Bram of Rick, als je het er niet mee eens bent, zoek me maar op. Kom maar met een statement waarom ik dit niet moet doen. Het is oorlog anders, jongens. Het is wederom oorlog. Nee, ik vind het gewoon leuk om dit over te nemen. Dit is, het is nog niet klaar. Ik wil nog meer doen dan dit. Het verdient Bram voor het stelen van mijn goud. Misschien dat Bram het terug kan kopen als hij wil met de goudblokken die hij gestolen heeft. Maar, jongens, ik kan hier nu niet natuurlijk weggaan en dit allemaal achterlaten zonder een of andere bewakers. Ik heb afgesproken met Julian bij de pizzeria, bij Post Pizzeria. Laten we er even heen gaan om daar zaken te bespreken. Reageer allemaal even. Forden is zwak en zal nooit zo sterk zijn als Kingdom Content. Zo, ik kom hier voor zaken, Julian. Oké. Okay. Dus als we even lekker kunnen zitten in je... Ja. Kan je een pizza voor hem maken of... gaan we hier zitten dan? Of moet ik dat binnen doen? Ja, ja, hier binnen staan al de pizza's. Die had ik al warm gemaakt. Oh, zijn dit die pizza's die al een paar jaar oud zijn? Nee, deze zijn het nieuw. Oké. Maar Julia, ik heb zojuist Kingdom Forden, het zwakke oude fort van hun, weet je, gewoon de poepzooi daar, overgenomen in naam van Kingdom Content en het is nu van ons. Oké. Maar ik wil dat fort daar niet onbewaakt achterlaten, weet je. Dat kan niet, want dan nemen ze het gewoon zo weer over en is het allemaal weer normaal en dat is alsof het nooit had gebeurd. En dat mag zo. Dus als jij heel even mee kan lopen met mij, kan jij een boekje voor me meenemen, boek en quill? Ja, die kan ik meenemen. Oké, dan zie ik jou daar, oké? Ah, zoals je kan zien,
is het veranderd hier. Het is nu van ons. Het is ons koninkrijk. Het is een outpost. Het is gewoon een... Stel, wij moeten een keertje ergens heen reizen of zo. Dan kunnen we hier altijd stoppen omdat het toch van ons is, weet je? Kunnen we naar vluchten? Kunnen we wat alles voor doen? Het is gewoon van ons. De mooie kleur rood. Ik zie het. Juist, je snapt hem. Dat is de kleur van ons koninkrijk. Kom even mee naar binnen. Niet zo'n mooie automatische deur. Nee, het is even gewoon tijdelijk afgesloten. Kijk, hier heb ik het ook een klein beetje aangepast. Zie je dat het gewoon iets meer lijkt alsof het echt binnen bij ons is, weet je? Met de tuintjes zoals dit, de verhoogde tuinen, de blaadjes, de grote rode bloemetjes hier en daar, weet je? Oeh, daar ben ik blokken vergeten te plaatsen. Oh, misschien dat zij die hebben. Wacht, deze blokken moeten hier zo... Wacht, kijk. Zo, kijk, dit is beter. Dit is mooier, hè? Maar goed, wat ik aan jou wil vragen is... Wil jij admiraal worden van het leger? Van koninkrijk content? En dan dit jouw outpost maken? Dat jij hier de leider mag zijn? Als ook de hertog als het ware. Hertog Julian, hertog Po. Oh ja, zeker wil ik dan dat. Dan kan dit jouw kleine koninkrijk worden. Maar ik kan je waarschuwen. Ik denk dat Bram en of Rick dit niet leuk gaat vinden. Dus je kan wel misschien een aanval verwachten of een weet ik wat. Oh, maar dan ben ik klaar hoor. Dan ja, dan ben je klaar voor de strijd. Dan ben ik klaar. Dus dan wordt dit jouw kleine koninkrijk. Ik zou zeggen, de vloer zoals dit moet hier eigenlijk ook nog zo gedaan worden, weet je. Qua renoveren zou ik af en toe langskomen. Om dit een beetje aan te passen hier en daar. Maar wees, ja, voel je... Verplicht, zou ik zeggen. Ik wil zeggen, voel je niet verplicht, maar voel je wel verplicht om die blauwe vlaggen daar naar beneden te halen en gewoon mooie grote rode vlaggen te maken. Alle tapijt dat je kan vinden moet rood worden. Alles wat blauw is moet rood zijn, weet je. Dan maak het gewoon duidelijk genoeg ons koninkrijk. Ja. En voor renovatie zal ik langskomen hier en daar. Ik zie dat dit een mooi sterke outpost gaat worden. Juist, het gaat een outpost worden. Het koninkrijk. Hier kan jij veel mee. Er zijn genoeg ruimtetjes voor jou. Kijk maar, wat hier beneden hebben ze nog van alles. Kom daar niet te erg aan, want ik wil niet een hele village trading hall vernietigen of zo, weet je. Maar dit is hun geheime basis hier. Dus misschien dat wij hier onze oorlogsbasis van kunnen maken nu. Omdat het toch van ons is. Ik zie het. Overleg hier, hier zal ik volgende week langskomen. Zal jij hier zitten zo. Dan wil ik dat je trouwens een mooie grote troon voor mij maakt. Voor jouw koning, jij als hertog natuurlijk. En dan wil ik een status update over jouw koninkrijk hier. Dat komt zeker goed. Dat komt zeker goed, oké, top. Dan wil ik nu jouw boekje hebben. Dan zal ik even een boekje schrijven voor Bram of Rick die hier zou komen. Dat dit vanaf nu van ons is en dat ze het niets aan kunnen doen. En dat ik het goud terug wil. Oké, jongens, Julian is dus officieel hertog. Hertog Julian van het koninkrijk hier. Laat ik dan even hier een barrel plaatsen zo. Met erin een boekje met de uitleg voor Bram. Erik. Nou, het boekje is helemaal geschreven hoor. Komt-ie. Beste voren. Ik, koning Walnoot, heb dit gebied officieel geclaimd in de naam van Kingdom Content. Jullie hebben mijn goud gestolen en dit is hoe ik wraak neem. Hertog Julian zal je vanaf nu waken en heersen met een ijzeren vuist. Ik verwacht mijn goud terug, anders zal ik jullie opsporen en vernietigen met mijn leger. Gaat echt gebeuren hoor. Oud Kingdom Voorde is vanaf nu een outpost van Kingdom Content en zal gebruikt worden voor handelsdoeleinden en vluchtbasis. Met de royale groeten, Koning Walnoot, Kingdom Content. Sign, outpost, Walnoot. Komt-ie, sign en close. Hoppakee, dit is een outpost van Walnoot. Hertog Julian zou hier heersen. Laten we dit nog even duidelijker maken dat ze hierin moeten kijken. Hier, laten we hem even oplichten met wat toortjes. Al kom ik één toorts tekort, dus dan denk ik die kan altijd beter is. Zo, nu is het wel duidelijk dat ze hier gewoon alles moeten doen, zo. Hertog Julian. Ja. Wat is de status? Alles is veilig. Goed zo. Ik heb een boekje achtergelaten waarin ik vertel dat jij zou heersen met een ijzeren vuist. Ik zie het. Het is vanaf nu voor jou. Ik ga er weer vandoor naar ons eigen koninkrijk. Doe voorzichtig ermee. Zorg dat er geen aanvallen komen. En als er iets is, meld het. Je mag trouwens ook gewoon terug wanneer je wilt. Maar in ieder geval zorg dat dit altijd beveiligd is. Dat zou ik zeker doen, koning Walnut. Oké, dat doe ik. Oké, jongens, we zijn onderweg terug naar huis. Oh, mijn katten. Oh, die kunnen tegen me gebruikt worden. Wacht, mijn katten moeten mee. Kijk, er zijn namelijk al mijn katten zijn er helemaal heen geteleporteerd. Dus, Jopie, Toeter, Toeterskindje en Dikkie Dik. En Bassie daar aan het begin van de brug, die is ook geteleporteerd. Dus die gaan we even terughalen, anders worden die 100% gekidnapt en dan krijg ik ze nooit meer terug. 1, 2, 3, 4, 5. Zijn hier allemaal, jongens? Ja? Oké, dan gaan we terug naar huis. Zo, dan moeten we wederom al mijn katten aan het touwtje... Jongens, jullie zijn zo vervelend, hè. Die katten, echt waar... Oh, wat word ik gek van ze. Ze zijn wel lief. Maar ik word heel gek van ze. Ja, en wat moet ik hier nou weer mee, jongens? Laat even weten in de reacties wat ik hiermee moet doen. Volgens Rick krijg ik me vol. Echt, pas over een week terug. Dus dat zou betekenen dat voor een aankomende week... ik telkens een discovloer hier zou moeten hebben. Maar wederom kan ik wel leuke feestjes geven. Maar
iets anders leuks. Tony's is officieel af, jongens. Het cafeetje van Rick en Noah, die is af. En het heet Tony's. Dus dat is wel heel leuk. Dat is van de topdonateur van mijn stream geweest. Dus we hebben het cafeetje naar hem vernoemd. Shout-out naar jou, Tony. Terwijl Kwak op de achtergrond aan het hangen is. Hang jongeren tegenwoordig. Maar goed, hoe ziet Tony's eruit? Ik wil je denk ik wel een keertje wat eten of wat drinken. Of weet ik van wat ik hier gewoon ga zitten. En ben benieuwd wat voor service zij mij hier gaan geven bij Tony's. Het is wel heel gezellig, moet ik zeggen. Leuk. Oh, wat een leuk plekje dit. Mensen dat je hier... Wacht, kijk. Imagine dat je hier zit met je kaarsje en weet ik van wat allemaal. Het kasteel daar waar het dak nog steeds een keertje af van moet. En lekker de grot daar, de breitjeshuizen, de boom. Wat een gezelligheid. Nu heb ik alleen nog iemand nodig hier tegenover. René, ik moet van René een koningin maken. Ja, dat gaan we doen, jongens. Zouden jullie het leuk vinden? Laat even weten in de reacties. Zouden jullie het leuk vinden als ik van René mijn koningin maak? Dat vind ik een hele leuke om te doen, denk ik. Dat René de koningin wordt en zo. Dan moeten we trouwen. Spannend. Maar laten we dan nu even iets heel anders doen. Naast Tony's en de oorlog. Of de oorlog, de ruzie tussen Bram, Rick, mij, weet ik wat allemaal. Laten we even kijken of Fred inmiddels terug is. Want volgens het boekje dat ik vorige aflevering heb gekregen. Flashback. Ik ben sterker dan ooit en wij zullen elkaar snel weer ontmoeten. Fred krijg je terug en je zal zelf moeten uitzoeken wat test 3 zal zijn. Oké, maar hoe? Hey, maar trouwens, we krijgen Fred terug. Dat is leuk, dat we Fred gewoon terugkrijgen. Maar als het goed is, is Fred dus gewoon terug of dan krijg ik hem terug. Dus laten we even kijken. Alright, joh. Oh, jongens, ik zie zijn name tag al. Ja, Fred, je bent terug. Hallo. Ik ben Fred. Ja, jij bent Fred. Fred, waar was je? Je was door de bliksem opgeslokt. Nee, ik ben dit aan het maken. Is je deur stuk? De deur is kapot. Wat moet ik nou doen? Fred, de laatste keer dat ik je gezien heb was je duister en toen kwam de bliksem en ik... Pja, en die slokt je op. Fred, wat was dat? Wat gebeurde daar? Nou, dat zal ik jou uitleggen. Dat was kapja, ja. Oké, jongens, ik denk dat Fred niet echt in staat is om nou precies te vertellen wat er is. Dus laten we nog heel even wachten met uitzoeken wie F is. Jullie zijn allemaal naar... Ik zal jou vertellen wat er is gebeurd. Ik was hier de deur aan het maken. En toen was het ptsja. En toen ging ik hier naar de deur om de deur te maken. Ja. Ik denk dat Fred je systeem... Hoeveel procent heb je nog? Klopt. 2. Ja, dat heb ik door. Je systeem is niet meer echt bij zinnen. Loop even met me mee naar de oplader, oké? Kom. Opladen? Waarom? Waar ga je nou? Je hebt 2%, dat is niet echt de bedoeling. Hoi, hoe gaat het met werken? Grapje, hij kan niet eens praten, kom. Maar jongens, jullie zeiden allemaal in de reactie dat F. Frederik zou zijn. Ik gokte dat ook, dat een van de opties was, Fred, nou weer. Een van de opties was dat... Frederik dit allemaal gedaan heeft. Maar ik denk dat Fred nu niet in staat is om te vertellen wat er gebeurd is met bliksem. Of hij gezichten herkent of weet ik wat. Want hij heeft nog maar 2%. Hij staat hier nog niet. Maar dit is wel bijna. Is dit bijna? Hey. Ja, dit is Kwak. Maxje. Gemaakt door Maxje. Kijk, dit is een schilderij van Kwak. Waarom? Waarom niet? Ik word boos. Dus houdt YouTube haatgroen. Oh nee! Fred, oké, Fred, je hebt wel weinig procent. Loop even met me mee, oké? Waarheen? Hierheen, kijk. Er is veel gebeurd in de tussentijd dat jij weg was. We hebben hier nu Rick en Noah wonen. En Kwak. Alleen Kwak hangt hier. Maar dan moet je niet op letten, dat wordt wel geregeld binnenkort. Wat gebeurt hier? Het lijkt wel een circus. Kom mee, Fred, kom mee. Hier woont Noah met Rick. Hier hebben we Tony's, dat is een restaurant. Wie is Tony? Ik ga mezelf voorstellen. Hallo Tony, ik ben Fred. Ik hou van groen, niet van roze. Ze zijn niet thuis. Kom even, Tony's, ze zijn op het moment dicht. Hier woont Julian naast je en die heeft... Kijk, ik ga je... Wacht hier, oké? Wacht hier buiten. Ik wacht. Kijk. Oké, kom maar. Ik ga je wat laten zien. Jij mag binnenkomen. Mag ik binnenkomen? Ja, je mag binnenkomen. Oké, kijk, Fred. Kijk naar deze tv. Ga zitten hier zo even. Hier. Oké, let op, hè. Ik ga je favoriete tv-zender laten zien. Klaar voor? Nee, is het... Hallo, katje. Waar komt die kat nou weer ineens vandaan? Ik vind jou leuk. Jij hebt groene ogen. Ik hou van groen. Fred, ga even zitten. De kat gaat meekijken. Ik heb je favoriete tv-zender. Ik ga samen tv kijken. Kijk, let op. Komt-ie. Je favoriete zender. 3, 2, 1. Het lijkt wel 3D. Alsof het op je afkomt. Wat vind je van de kleur? Mooi. Mooi? Ja, ik hou van groen. Hoeveel procent heb je inmiddels, Fred? 1,5. Ja, oké, wacht, kom maar mee. We gaan even naar je huis toe. En dan? Dan ga ik je aan de oplader zetten zometeen. Oké, voordat we naar je huis... Pas je alsjeblieft op met het water, Fred. Ik vind het spannend.
Ja, kom bij mij, loop maar om het water heen. Goed zo. Oké, ik heb een paar vragen voor je in de tussentijd. Voordat ik jou aan huis ga brengen en zo. Ik hoorde dat Justin, die had een paar klusjes voor jou. Dus wanneer je tijd hebt, moet je even naar hem toe gaan. Ik wil dat de... Auw. Waarom sloeg je me? Dat doet... Ik heb toorns. Ik was per ongeluk. Oh. Je moet even binnenkort de bank afmaken, want ik wil mijn kluis openen. Ik wil mijn geld in mijn kluis doen. Ja, oké. Ik geef je extra moertjes als je het binnenkort snel oplost. Niet nodig. Hoezo niet? Alleen olie. Oké, dan geef ik je extra olie. Lekker. Oké, dan tot slot. Er is een kraampje aan René de Grote Huis daar. Die mag jij verbouwen en maken. En als je dingen wil verkopen, mag dat. Waar? Wacht, kom maar mee, snel. Hoeveel procent heb je inmiddels? 1. 1, oké, dus we hebben nog heel even voordat je uitvalt. Kijk, we hebben dit kraampje hier. Oh mijn god, we hebben Justin nou. Maar we hebben dit kraampje hier. Deze, als je wil, mag je hier dingen gaan verkopen. Hallo. Oh. Je mag hier dingen verkopen als je wilt. Stel je wil, je vindt wat leuks of zo, dan kan je het gewoon verkopen. Winkel van Fred Groen. Wat ga je verkopen, Fred? Groen. Je gaat gewoon groen verkopen. Ja. Oké. Fred! Oh, pas je alsjeblieft op, Kat. Fred, doe jij lekker je ding. Ga alsjeblieft zo snel mogelijk hem laden voordat je uitvalt midden op de straat. Want dan moet hij weer op duwen en zo. Daar heb ik ook helemaal geen zin dat in. Dat zou vervelend zijn. Dat zou vervelend zijn. We hebben daar Justin boven staan. Die wil, als het goed is, jou ook nog wat dingetjes laten doen en zo. Waar? Hij staat daar letterlijk. Oh, daar. Ja, daar ja. Doe je ding. Hoi. Ik ben blij dat je terug bent. Ik wil binnenkort alles horen over degene die jou ontvoerd heeft. Of dat Frederik is, of dat Voren is, wie dat met de F is. Ik snap dat je nu niet capabel bent. Hoeveel procent heb je? Oh jee. Oh jee, jongens. Oh jee, volgens mij gaat hij uit. Volgens mij is het... 0,25. Oh. Hoeveel? 0,25. Oké, dus dan ben je echt letterlijk elk moment. Ren snel alsjeblieft naar je oplader. Fred, ja, je mechanisme begint al raar te doen. Je begint het ook zo omhoog te kijken. Fred, rennen! Man. Rennen, Fred! Rennen, kom op voordat je uitvalt. Paniek. Justin? Nee, Justin, niet op Fred schieten! Niet op Fred schieten, hij is uitgevallen! Nee, ik ben er nog. Oh, hij doet het toch! Oké, Fred, weet je, ga jij je ding doen. Ga snel je opladen. Ik spreek je snel, oké? Okay? Justin, hey. Even luisteren, Fred is terug. Dus als jij Fred nodig hebt voor iets, dan kan je hem gewoon gebruiken. Of betalen, of weet ik van wat. Ah! Hallo, ik ben Fred. Waar kom jij vandaan? De ruimte. Oké, weet je, Fred, dit is Justin. Justin is Fred, jullie kennen elkaar al, maar ik vind het toch makkelijk om zomaar weg te lopen, dus... Hallo, jij bent en hebt een aardappel. Jij bent en hebt een aardappel. Oké, jongens, wat een gekke episode. Iets minder bouwprogressie dan normaal. Ik heb wraak genomen. Mijn kat is een 100 miljoen keer naar me toe geteleporteerd. Dat gaan we een keertje oplossen. Er is een discovloer hier. Mijn goud is gestolen. Fred is terug. Julian is hertog geworden. Dit klinkt echt als een topvideo weer. Laat even weten in de reacties wat ik met Fred moet doen, jongens. Ik wil snel gaan vragen wie de boosdoener is van de kwaadaardige ontvoering van Fred. Want het is wel even dingetje die we uit moeten gaan werken. Maar goed, dat is niet belangrijk voor deze video, want dat komt de volgende keer. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, want dat is belangrijk. Maar voor nu, kijk lekker het vorige Content Veendeel, want hierin heb ik de grot gebouwd. Hierin kregen we de brief waarin het einde van Content Veen is voorspeld. Een hele spannende video en ik zou hem zeker kijken als ik jou was. En nu spreek ik later, glaasje hart, tot 4, flesje bier, tot de volgende keer. Yo!